Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag hebben we nog gekocht, want we gaan namelijk de X-Max testen. Let's go. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Eigenlijk voor ons niet, want het is heerlijk weer. Ja. En we zijn weer bij. Toemen. Toemen, jawel. Ja, hey, wat gaan we nu doen? Jij gaat het grote broertje ophalen van onze Max die we hebben getest. Dit wordt het, hè? Dit is wel het ding. Dit wordt hem. Ja. Dan worden we dus toch nog deze. We zeiden in de vorige video van dat wordt pinnen, maar precies. Ja, we gaan hem toch wel ophalen, jongens. Jullie vroegen het zo vaak aan, maar we lopen naar de winkel. Och, en ik zie al die misgeiko, hè? Hier. Ken je hem nog? Ja, leuk. Nou, dit is wel echt serieus hoor, dit. En deze is ziek vaak aangevraagd in de video. Ik zie Gijs al bezig. Gijs is even bezig, dus we moeten even achter klaar. Ja, precies. Gijs, je moet even naar achter. Ja, nog even checken. Hey, dit is hem. Hé, hey, maar kijk, dezelfde kap als de Max. Ja, hadden we aangevraagd. Ja. Hè? We hadden gevraagd, wij willen graag de rock'n'roll kap. Hetzelfde als onze kleine broertje. Dit is ons kleine broertje en dit is onze grote jongen. Ja, nou pak hem. Dit is er, zo vaak aangevraagd. En doe wat Gijs altijd doet. Dit moet hij ook kunnen. Het ken gewoon. Wat een ding. Ik vind hem mooi, die kap. Holy shit. Trexus. Ja, ik vind het echt, die kap is mooi. Ja. Nee, die kap is echt heel mooi. Ja, heel kleurrijk. Het lijkt gewoon lak. Nou, ik zeg, we gaan even weer advies vragen en dan inpakken en meenemen. Hoe snel denk je dat deze gaat? Oeh. Ja. 100 ook weer, denk ik? 120? Nee. 100. Nou, dat is hard hoor. Ik denk 80 à 100. Dat denk ik ook. Voor zo'n groot ding? Dit is echt een heel mooi ding. En dan gaan we even vragen wat we ermee moeten doen. Moeten we schantjes springen of rood? Ik denk weer al. Ik denk het ook. Gewoon chaos. Wat hebben we voor auto hier voor ons? Dit is de grote broer van Max, die we al mee hebben genomen. Ja. Dit is eigenlijk Super Max. Dit is de X-Max. De Super Max. Deze is de meest gevraagd in de comments van allemaal. Dit was bizar. Maar wat mag dit kosten? Dit geintje mag kosten 1249,95. Zonder accu's. Maar als je hem helemaal rijklaar wilt, onder erbij. 1399. Serieus geld. 1400 euro. Ja. En dit is de beetje de concurrent, denk ik, van die andere grote die we hadden. Ja, die spelen, die concurreren we allemaal met elkaar. Ja. Dus, DWX-LE die jullie mee hadden. Maar ook van Arma, de Kraton en de Outcast 8S. Beide concurreren ook met de X-Max. Mooi gaan meenemen. Ik zie hem al mooi in de doos staan, denk ik, hieronder, of niet? Welke moeten we pakken? Laat jullie gaan pakken. Ik zie het aan de sticker, toch? Rood. En nee, ook niet. Een probleem. Ja. De rock'n'roll is op. Ja, maar er is een oplossing. Er is een oplossing. Want we gaan een groene nemen, toch? Ja, we nemen dus deze mee. Ja, dus de groene, was dat deze? Alleen zit nu niks in de doos. Jullie hebben alles achter, of niet? We hebben achter een hele nieuwe staan. Ah, een hele nieuwe, top. Dus dan gaan we de rock'n'roll nemen. Of nee, de niet rock'n'roll. En dan moeten we rock'n'roll kap erbij nemen. En dat is die. Dan krijg je deze groene mee. Dus stel, je kap is kapot en je wil een andere kap. Ja, kan je hem dus gewoon easy switchen. Ja, want jullie hebben hier meerdere kappen. Kijk. Ja. Meerdere kappen inderdaad. Hier ook. Ja, ik weet niet welke. Ik weet niet welke bij welk zijn inderdaad. Maar je kan allemaal soorten kappen nemen. Dat is echt nieuw. Die komt echt uit de container. Ja. Kijk eens. Ja, die nemen we graag van je mee. Normaal staat er 1.3 op die doos, maar... Ja, of 1.1. Nee, nou, meenemen. Kijk hem slepen, ja. Dit is echt niet normaal. Echt gloednieuw, dit ding. Als je je autootje... Ja, maar dat is alles, hè. Alles wat we testen is gloednieuw. Ja, klopt, maar dit is echt gewoon... Maar je kan ze ook tweedehands hier kopen, vandaar dat we het zeggen. Ja, maar je kan ook... occasions. Hij is betaald, hoor, dit dan. Hé, doei. Kom even op hier, man. Doei. Ik zou hem hier tillen. Ja, hier ga ik beginnen met tillen. Nou, gooi hem erin. Ik ben blij dat we... Een grote auto. Ja, maar echt. Gelukkig zijn we niet met de 107. Nou. Kappie er nog bij, kappie. Oké, jongens. Ja, daar staat hij. De meest gehypte auto volgens iedereen staat nu voor ons. Ja. De X-Max. We hebben 4 accu's in totaal. Iedereen heeft gezegd, koop die X-Max. En iedereen hoor je over de X-Max. Dus wij gaan de X-Max testen. Eigenlijk moeten we die er ook bij pakken. Want dat is namelijk wel zijn grootste concurrent. Ja. Die auto die is een stuk goedkoper. Check even op Toemen zijn website. Zeker. Om te kijken hoe duur die was. Maar dit is een beetje de Apple ook, hè. Is ons een beetje verteld. Ja. Het is merk, mensen. Hij is gewoon gehyped. Daarom is hij ook duurder. Hoppa, dat kan gewoon met dat ding. Ja, dit ding dat is bijna niet stuk te krijgen. Nee, echt niet. We hebben heel veel auto's kapot kunnen krijgen. Bijna, ja, wel heel veel. Ja, bijna. Zoals die staat er ook niet meer lekker bij, de R-Even. Maar deze is gewoon echt zo sterk. Maar dit moet het grote boekje zijn. Gooi hem om. Ja, inderdaad. De Trexus, made in Taiwan. Ziek hoor. Ja, dit is echt net uit de vrachtwagen gevallen. Hij is ook niet heel, hij is niet zo zwaar als die. Nee, dit heeft wel de meeste power volgens mij. Ja. Qua trekkracht. Ja, sterker. Hé, met een touw ertussen. Dat ze elkaar... Oh, zo, dat is wel lijp, ja. Zwaar geschud. Dit zou ik niet aanraden thuis trouwens. Welkom door. Oh, kijk, jeetje. Ja, gelukkig wel. Ja, maar ik bedoel gewoon... Er zit geen steen in. Het zal wat zijn. Er zit gewoon niks in. We hebben zelfs een handtekening gekregen. Schuif eruit, toch? Ja, och. Soepel. Kijk eens, ik zie al staan. 50 miles per hour. Kan je het verder uitdrukken? Loop naar achter. Hoppakee. Jeetje. Wat een box.
Zo. Holy moly, 8S. 8S. 8 cellen gewoon. Hè? Maar check die accu's die er ook bij zitten. Ja, dit zijn echt klompen dit. Dit is me toch... Dat je denkt, goh! Gefeliciteerd, ja. Zo, maar dit is een dure jongen dit. Dit is echt heel veel geld. Dit is heel veel geld. Ja, dit is 1500 euro dan. Ja. Vanaf 1500 euro. Ja. Je hebt ze ook voor 1800, hè, die hoge. Holy moly. Ja, inderdaad, met die gekke kappen. Ja, dit is niet normaal. Voorzichtig mee doen. Ja, heel voorzichtig. Nou, trek hem open. Met de zaag. Met de zaag. Zo, ik zie alleen maar wieltjes. Auw. Wat een ding. De X-Max. Oh, groene. De X-Max. Hier de zender van de X-Max. Iedereen was hier benieuwd naar. Ja, dit is gewoon dezelfde zender als alle zenders. Maar niet dus met dat speciale dingetje, of wel? Nee. Hier moet je dus weer de ding bij kopen. Wat jammer is dat wel, hoor. Ja, dan koop je zo'n auto van behoorlijk wat geld. En heb je niet gratis een... Dan heb je niet de link, of hoe heet het? Ja, dat je hem doorlinkt. Hier, de Traxxas Link. Ja, de Traxxas Link. Veringen. Nou, check die banden. Hé, deze heeft wel dikkere veringen. Deze, kijk. Oh, ja. Oh, deze ligt helemaal op de grond. Oh, tire heb je. Komt die 3, 2, 1. Tjoetje. Goeie tire heb je daar. Zo. Die wil ik ook wel. Oh, zag je hoe smooth omhoog? Ja, echt. Achterkantje nog even. 8 inch velgen, wielen volgens mij. 8 inch? 8 inch stond op internet. Zo. Komt die. Kom op. Heel smooth. Ah, nice. Oh, wat een apparaat, hè? Zo, hou je hand eens naast die wielen. Want dit is echt, je ziet het niet goed, maar dit is echt mega. Die wielen zijn echt mega. Kijk eens. Breder, waarschijnlijk ook meer grip, denk ik dan. Ja, ik denk... Power, dit heeft een kracht. Zet die kap eens even mooi opzetten. Ja, zet die kap erop. Die kap is ook al zwaar. Maar ik vraag me af, is hij net zo... Wheeliebars. Sterk als die andere. Ja. Het is gewoon een monster truck dit, hè. Het is echt een monster truck. Ik wist niet dat hij zo hoog was. Nee, ik ook niet. Ik dacht dat hij kleiner was dan deze. Ja. Maar hij is groter. Hij is... Holy moly. Hij is zeker niet... Maar kijk het profiel van die banden ook, vergeleken die andere. Ja, maar hier hebben we echt een flink mee lopen drift, hè. Ja, maar dat zal nooit dit zijn geweest, die groeven. Nee, ook losgegaan, hoor, in die garages. Ja, oké, man. Ik weet niet hoe snel dat slijt. Holy moly. Maar ja, deze hebben we natuurlijk al maximaal getest. Deze komt echt door alle testen heen wat überhaupt mogelijk is. Van een 30 meter berg naar beneden en geen probleem. Nee. Voor je vindt de groene kleur niet mooi, hebben wij een andere kap. De rock and roll. De rock and roll, want deze kap hebben we gehaald omdat de normale X-Max ook deze was. En om hem erop te zetten doe je gewoon zo. Hoppa. De nieuwe kap. Nieuwe kap. Ik vind deze veel beter hoor. Deze is lekker. Zo, de X-Max. We hebben ervoor gekozen om een stukje off-road te gaan met de Waggy. Ja. Maar, ja. Oei, wat een unit hoor. Ik heb ook gezien, als we Z ingedrukt houden, hij ligt op de kop, schommelt hij terug. Nee. Ja. Nee. Dus daar wil ik meteen mee beginnen. Nee. Ja, echt. Dus als hij zo ligt... Ja, en we klikken 3 seconden op Z, gaat zo... En dan is hij recht. Nee. Ja, echt. Hoeft niet meer te lopen. Dat geloof ik gewoon niet. Als dat echt zo is, dan is dit al mijn favoriete auto. Maar dat kon die andere ook, maar dat wisten we niet. Oh, echt? Ja. Oh. Maar dat is gewoon goed. Wij lezen ons niet zo goed in, jongens. Wij krijgen dit gewoon... Jullie weten het. En dan... Ja, maar ja. Dit is onze duurste auto ooit. Ja. Dit is de allerduurste auto die we ooit hebben gereden. En die we nu hebben. Nou, Tiefenmon, ik ben nu al benieuwd Dina, naar de eerste optie. Ik geloof het echt niet. Oké, ik hou hem 3 seconden ingedrukt. Oh mijn god. What the nog fuck? Keer, nog nee. Keer. Nog keer. What? Kijk. No way. Kijk. Hier, 3 seconden. 1, 2, 3. What? Wow. Hoe vet is dat? Dit is heel gaaf. Deze is lijp. Deze is heel gaaf. Die ramt zich overal doorheen volgens mij. Even oppassen voor de mensen daar, want als die steentjes tegen hun kop aan krijgen. Och, onze auto. Nee joh, hebben we nou een pitje? Ja? Nee. Oh nee. Oh, gelukkig, zag je? Oh mijn god. Oppassen voor de auto. Besef dat die hond er gewoon op kan zitten en er mee kan rijden. Jij kan er ook op zitten. Zo, wat een blap. Hij schrok er ook zelf van. Ja, hondjes vinden het altijd leuk. De hel. Maar hé, eerlijk. Ja. Omkiepen, ja. Dat heeft dus die andere ook. Ja. Dat wisten we niet. Nee, dus we hebben echt voor maar niks gelopen. Maar die grote niet, toch?
Die Irevo. Nee, die Irevo waarschijnlijk volgens wel. Mij maar die andere, die 2.0. Bij Soest. Nee, die 2.0. We hebben er zoveel. Ja, echt verwend. Meer met Traxxas, met dat set 3 seconden. Ja, oké, okay, met Traxxas, ja. Traxxas heeft het gewoon. Echt zo groot dit ding. Jezus. Och, en je hoeft niet bang te zijn dat hij omkukelt. Nee, daarom. Kijk eens, hoppa. Oh. Dit is zo gaaf. Dit is zo gaaf. Nog een keer. Oh, wat jammer. Okay. 3 seconden op set. 1, 2, 3. Oh, hij zal nu maar. Ja, hij zal maar gewoon doorgaan. Maar hij voelt wel dus dat hij op de kop ligt. Ja, echt. Als hij schuin ligt, heeft hij wel meer moeite. Ja, andere locatie denk ik. Andere locatie. We zijn aangekomen op de landingsbaan. Ik denk zelfs hier kan hij doorheen beuken hoor. Dat denk ik ook. Is niet leuk voor de boer, maar nee. Het kan wel. Maar laten we de speedrest doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt 80 weer. Wat hij wat ze zeggen. Ja, ik denk het wel. Ja, moet wel. Ja, blijft leuk hè, zo ermee gooien. Lekker. Geëikte kilometers met een motormanagement lampje en een airbag. Oké, okay, langzaam beginnen we. Waar is hij? Hier. Oh, nachten. Nee, maat. Nee, je rijdt de sloot in. Echt? Je rijdt de sloot in. Nee, hij is kopje onder. Hij is kopje onder. Jawel, hij is kopje onder. Kijk! Oh, maar dat kijkt er wel uit. Hij is waterdicht, hoor. Hier glijden we samen in. Ik leg ook even de camera mooi neer. Trekken! Trekken! Een X-Max! Trekken! Ja! Nou, even droog rijden meteen. Hou je vast. Oh! Ja, ja. Ja? Kijk hem uit. Oh! Zo! Ja, dat wordt springen voor jou. Ja, door! Lekker! Langzaam opbouwen. Oké, we gaan 30. We gaan 40. We gaan 50. Oké, bijna 70. Bijna 70. Oké. Ah. Hoppa! Oh, kijk, nu ben ik benieuwd wat hij doet. Ja hoor, komt ie! Oh. Hoppakee, ja, ideaal. Een soort van turbo. What? Ja, je hoort hem afblazen. Waar gingen we ook weer heen? Oh ja. Zand. Zand. Ik ga jou nu één ding vertellen. Kijk hoe schoon die nu is. Ja. Hij is al een beetje vies. Dit ding wordt echt next level. Vies. We gaan ook kijken of hij over het water kan rijden. Ja, we gaan naar full gas trassen. Ik zou zeggen, zet hem repair, ik ga daar staan. Maak en niet eronder helemaal staan? Vies. Nee, dat zeker niet. Dat is net als die buggy. Zijn. Easy gewoon. En nog heftiger dan dit hoor. Kijk hem. Nog wel heftiger inderdaad. Willen we door die grote? Ja, is goed. Ik hoop niet dat ik zeiknat word, maar dat zien we dan alweer. Hoppa! Hij rijdt er gewoon overheen volgens mij. Hij ging er gewoon overheen. Hij rende wel hard. Ja, hoor dat geluid. Gaat hij er overheen of niet? Ja, doe eens langzaam erdoor heen. Ik weet wel zeker dat hij er overheen gaat. Zo! Nee, diep. Er overheen, hè? Oh, dit moet jij ook even ervaren, hoor. Zo. Dit is zo vet. Oké, weet je wat we de volgende keer gaan doen? Gaan we er speciale banden opzetten. Ja, op en dan gaan we auto, over water heen rijden. Over diep water. Ja. Dat is wel lekker schoon. Zo, inderdaad. Oei, eigenlijk moeten we een GoPro erop zetten. Ja, echt. Ja. Oh! De X-Max. Kijk dan. Ja, echt. Ja, doe die diepe plas nog, hè?
Wat een geluid! En dit is best diep, hè? Hij rent zo hard af, joh! Zo, dit is een tank! Oh! Dit is wel jammer. Ja. Zet, kijk of je dit ook doet. Dit is wel heel erg streng. Oh jeetje, oh jeetje! Oh jeetje! Oh jeetje! Afpakken denk ik, met een stok of zo. Nee, dit is echt kut. Hij ligt nu echt te sompen. Ik hoor gewoon die accu tik 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 tik. Dat is niet goed. Ja, is niet ver, is niet ver. Oei. Nee, is niet ver. Recht leggen dat ding. Ja, oké. Okay. En vol eruit trekken. Mijn sok is nat. Probeer eens die jump te mikken. Zo, dit is een hele gave auto. Geen stress. 2, 3. Doe maar chocomelkje. Lekker. Slagroompje erbij. Broodje. Als u even geduld heeft, uw auto is even bezig. Als het goed is, dan staat hij ieder moment weer rechtop. In het zand heeft hij er wel weer meer moeite mee. Ai, 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 wat een zand. Zo. Zo. Jeetje, ik wil dat hij niet rechtop komt. Nee, die komt niet rechtop. Handje? Goed nou, ben je er klaar voor? Yes! Gas op die lolly! Ja. Ja, gewoon te klein. Het is hier zo easy. Ja, een kracht heeft hij. Ik denk dat de accu lang meegaat. Ja. Hij is best wel snel. Oh, ja, bijna 80 wel. Ja, hey, en ik vind het heel chill dat hij niet snel omkukelt. Nee, echt. Hij heeft me toch een kracht. Wil jij nog wat leuks proberen op de kop of salto? Ik ga daar denk ik dan even gassen. Daar komt ie! Jump! Oké. Waar riet is water vaak, hè? Hier niet! Niet langs de snelweg. Hallo X-Max? Ligt hier een X-Max? Max? Max, abonneer! Max is al geabonneerd. Oh, hij zakt nog steeds verder. Max, rustig aan jongen. Bijna goed. Maar riep in water. Komt hier erg snel. Oh, je loopt het wel diep af. En hier ligt een lijk. Niet gas geven. Nee, ik doe echt niks. Ik heb niet veel gas. Oké. Zo, godman de ju. Ik heb Max gevonden hoor. Zo, jij hebt de Max gevonden. Oei, oei, oei. En weer verder hè. Zo. Hey, we zijn er wel optimaal aan het testen. Ik dacht, rem is ang, voel ik aan strassen. Maar ja, dat ding is goed. Ja. Hoppa, kurkentrekker. Oh, nu kan hij wel easy. 3 seconden. Het ligt op een dolfijntje. Ja. Nee. Oh, was dat klapband? Wat was dat? Was dat klapband? Volgens mij ontplofte er wat. Ja, er ontplofte wat. Nee, niet nu al. We hebben een klapband en dat was de 3 seconden 6. Nee, toch? Nee. Deze, klapband. Oh, fuck, wel een klapband. Dat, ja. Dat vind ik niet kunnen. Kijk eens. Doe eens rijden. Prima te doen. Hij maakt wel ander geluid. Komt dat omdat hij nat is, dat de banden wat minder kwaliteit zijn of zo? Jumpen! Door de set een klapband. Hoppa. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik druk op set en hij heeft een klapband voor. Er zit wel een lekker schuimpje in. Welk wieltje was het? Zo maken. Oh, dat was het wiel. Hoi, wat was dat? Was dat niet de binnenkant? De schuim. We gaan even. Hij doet het nog. Boy, wow, wat is dat? Wat is dat? Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ik krijg cadeautjes als we doorgaan. Oh, nu zie ik wel hapering hoor. Kom eens even naar de APK. Morgen. Wat ontbreekt hier? Nee. Nou, geef dan maar gas. Ik denk de binnenkant is eruit. Ja, denk ik ook.
onderwater drone. Zo, dat was wel vet. Komt er nou rook vanaf of niet? Doe eens nog een keer. Zo. Volgens mij was het dit wieltje. Oh, oh, moet je voelen. Alles is eruit. Flubby, flubby. Nee, dit vind ik niet kunnen. Nee, dit is jammer. Draai eens klein. Waar is dat gat? Wat vloog er nou net uit? Was dat de hele binnenkant? Dus dit zijn kwaliteitsbanden. Ik weet niet of wij weer te knetten doen, hè? Ja, misschien door het water. Het weegt wel wat, hoor, met dat water. Zo, maar echt. De flappen vlogen eruit. Ja, dit is de binnenband. Maar... Nee, niet, een bandje kost... Nee. Door de wasstraat. Wow, dat was vet. Dus nog een keer. I'm just a little bit tired. Maybe a little too much. Kijk, hij sleept hem even mee. Maar ik hoorde net, de X-Max banden zijn echt 10 keer niks. We krijgen kwaliteitsbanden nu. Oh, echt? Ja, want die X-Max banden zijn 10 keer niks, hoor. Nou, nieuwe banden. Top. Dus we hebben de winkel net even gebeld. De bandjes zijn er. En we gaan dat gewoon de volgende keer doen. Dus ja. Dat duurt even voordat wij de bandjes binnen hebben. Gaan we ze even switchen en dan gaan we echt naar de... Nee, in principe is het vandaag besteld, morgen in huis. Is dus... het nog op tijd? Ja, ja, aangezien het voor ons misschien nog het weekend is. Maar we zien het wel. Precies, hij komt in ieder geval... Die krijgen jullie echt te goed en dan gaan we stunten op een skatebaan met dit ding. Ja, dus de skatebaan, dat krijgen we nog te goed. Ik vond hem echt heel, ja, dit heel is dik. Een dikke team. Dikke ja. Team, ja. Zeker. We hebben nu wel heel veel auto's mogen testen en we hebben ook wel heel veel auto's getest. Maar dit is wel en een topper, dit is wel echt de topper. We hebben het echt nu wel maximaal gedaan. Ja. Echt, we hebben door het water heen gesjeed. En dit moet je natuurlijk denk ik niet altijd doen. Nee, hij is kopje onder gegaan en slootje ingegaan. En zelfs dat is dus geen enkel probleem. De band is wel geknapt door de set. Ja, maar komt dat omdat de banden nat zijn? Want dit spul komt eruit en dit weegt nu echt heel zwaar omdat het gewoon zeik nat. Maar ja, laat even weten in de comments, wat vinden jullie van deze auto? Jullie wilden dat we deze gingen testen. Maar geef jullie helemaal gelijk, het is echt een lijpe auto. Heel vet. Maar nu hebben we hem getest, wat vinden jullie er nu van? Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.